De regering heeft een commissie evaluatie anticorruptiewet 2017 onder leiding van voorzitter Carmen Rassam geïnstalleerd om de anticorruptiewet integraal te evalueren. President Santokki zei bij de installatie van de commissie op 10 mei dat het anticorruptiebeleid hoge prioriteit heeft, vooral in lijn met internationale verdragen en de grondwet. De commissie zal de wet harmoniseren met het UNCAC-verdrag en andere internationale normen, met voorstellen die snel aan de Nationale Assemblée worden gepresenteerd. Belangrijke stakeholders zullen bij het proces worden betrokken met als doel de wijzigingen binnen 3 maanden af te ronden. Suriname bereidt zich voor op de Suriname Energy, Oil and Gas Summit and Exhibition 2024, gehost door Staatsolie van 4 tot 7 juni. Het evenement, gesteund door de regering, biedt een platform voor investeringen in Surinames olie- en gasregio. SGOGS zal lokale en internationale samenwerking bevorderen en lokale content ontwikkelen door Surinaamse bedrijven en burgers te betrekken bij de economische activiteiten in de offshore. Suriname en Cuba hebben besloten hun bilaterale banden te verdiepen. President Santokki ontving de Cubaanse vice-minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei voor een beleefdheidsbezoek, waarbij de langdurige steun van Cuba aan Suriname in de gezondheidszorg en onderwijssector werd erkend. President Santokki moedigt Cubaanse bedrijven aan om te investeren in Suriname. Beide partijen willen de handelsbetrekkingen versterken en mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking in verschillende sectoren.